Goedenavond iedereen, welkom. Ik doe het me deugd om te zien dat u in grote getale bent hier naartoe gekomen. Vanavond krijgt u een lecture voorgeschoteld over Newton. Met name over wat Wikipedia niet vertelt. Nu heb ik hier wat Wikipedia wel vertelt. Dus het zal interessant zijn om te horen wat hier zoal niet in staat. Ik ben zelf Rien van der Weijkert. Ik ben verbonden aan het Kaptein Sterrenkundig Instituut. En als zodanig is natuurlijk Newton een van onze grote helden. Sterrenkunde, zoals wij het kennen, is in feite grotendeels afhankelijk van wat hij ons heeft geleerd over de mechanica van hoe lichamen bewegen in het heelal. Maar Newton was niet alleen dat waar we hem allemaal van kennen van onze middelbare school. Degene die de zwaartekracht heeft gevonden, heeft uitgevonden, de zwaartekrachtwetten heeft opgesteld. Hij heeft nog heel veel meer gedaan. Hij merkte dat hoe licht in feite uit verschillende kleuren bestond. Maar dat was maar, zeg maar, een van zijn wetenschappelijke kanten. Het andere natuurlijk wat we weten is dat hij, om de krachten in de wereld te beschrijven, moest hij een nieuwe wiskunde ontwikkelen. En dat deed hij dus ook even, integraal en differentiaal rekening tussen neus en lippen door. Maar hij had ook een andere, wat meer intrigerende kant. Hij was ook alchemist en hield zich met hele duistere zaken bezig. Hij is ook muntmeester geweest. Sociaal was hij ook bezig, hoewel hij erg een recluse was. Hij is president van de Royal Society geweest. Zonder meer een van de giganten in de intellectuele geschiedenis van de westerse wereld. Dus zeker iemand aan wie we in het kader van deze serie aandacht moeten beschouwen. En misschien proberen te achterhalen wie deze persoon was. Nu zijn we in Nederland heel erg gezegend door het feit dat we eigenlijk een van de zeer grote experts op het gebied van wie Newton nou was en wat hij gedaan heeft in ons midden hebben. En dat is professor Floris Cohen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen. Hij heeft zelf hier voor zich liggen het boek wat hij een enkele jaren geleden geschreven heeft. En wat ik bijzonder aan in ieder kan aanraden, het is een zeer mooie blik, complete blik op wie Newton nu was. En die ook laat zien dat Newton zelf ook heel erg heeft geworsteld met concepten als krachten, zwaartekracht, etc. Professor Cohen is bekend om heel veel werk wat hij verricht heeft aan de ontwikkeling van de wetenschap, met name in de wetenschappelijke revolutie, waar natuurlijk Newton een van de zeer grote helden en misschien wel het hoogtepunt is te noemen. Ik wil in deze context met name bijna het definitieve werk noemen, How Modern Science Came Into the World, Four Civilizations, One 17th Century Breakthrough, wat een 800 pagina dikke pil is en dat probeert te beantwoorden waarom uiteindelijk de wetenschappelijke revolutie is doorgebroken in Europa en niet in een van de andere beschavingen. Ik denk dat Floris Cohen degene is die zonder meer ons het beste kan vertellen die aspecten van Newton die we niet kunnen vinden op Wikipedia, en ik wil hem daarom het woord laten. Hij hield zich altijd dicht bij zijn studies, ging maar heel zelden op bezoek en had al even weinig bezoekers, behalve twee of drie personen in het gezelschap van wie hij veel genoegen had op avonden waarop hij als gastheer fungeerde. Bij mijn weten zocht hij nooit ontspanning of een tijdpassering, paardrijden in de frisse lucht, of wandelen of kegelen, of wat voor lichaamsoefening dan ook. Hij hield elk uur voor verloren dat niet werd doorgebracht met zijn studies, waar hij zo strikt aan vasthield dat hij zelden zijn kamer verliet. Of het moest in de collegeperiode zijn, wanneer hij als Lucasian professor onderwijs gaf. Hij ging heel zelden in de zaal dineren, behalve bij publieke gelegenheden. En dan, als hij er niet aan herinnerd was, ging hij er heel onverzorgd heen. Met schoenen tot op de hielen, niet vastgemaakte sokken, koorhemd aan en zijn hoofd nauwelijks gekamd. En wanneer hij in de zaal aan het diner zat, dacht hij er niet aan zichzelf te bedienen.
en het tafelkleed was al weggeruimd voor hij ook maar iets had gegeten. Een vraag placht hij met grote precisie te beantwoorden, maar heel zelden stelde hij er zelf een. Wanneer hij vrienden te gast had op zijn kamer, als hij zijn studeervertrek instapte voor een fles wijn en een gedachte kwam bij hem op, dan ging hij zitten bij een vel papier en, u ziet het hopelijk al aankomen, en vergat zijn vrienden. Ja, dit is een wat eigenaardige figuur over wie deze herinneringen gaan. Herinneringen van Humphrey Newton, geen familie, maar een periode, ik geloof een jaar of 10, waarin Isaac Newton, hoogleraar was in Cambridge, zijn assistent, zijn laboratoriumassistent. In een periode dus waarin Newton buiten Cambridge nog nauwelijks bekend was. En tegen het eind van zijn leven, toen Newton een beroemdheid was geworden, toen is deze Humphrey Newton ook gevraagd of hij zich nog wat herinnerde en of hij zo vriendelijk was zijn dat op te schrijven. En er kwam dus een enorme stroom van tamelijk ongeordende herinneringen uit waar dit twee grepen uit zijn. Er rijst wel iets van een beeld uit wat voor figuur dit moet zijn geweest. En ik zal u straks natuurlijk nog het een en ander vertellen over dingen die, ja, ik heb Wikipedia er niet op nagelezen trouwens, die verandert ook van dag tot dag natuurlijk naar de aard van die encyclopedie. Maar in ieder geval een aantal dingen zal ik u vertellen die, als u ze al in Wikipedia vindt, dan toch ergens een beetje weggestopt en zeker niet bij de hoofdzaken waar we aan denken over Newton. Toch wil ik hoe oppervlakkig en in het voorbijgaan ook, wel eventjes de dingen memoreren waarom wij het überhaupt nog over Newton willen hebben. Want het soort verhalen dat ik u ga vertellen van zijn eigenaardigheden, ja, dat zijn verhalen die voor veel meer mensen ook wel hebben gegolden. Niet in die combinatie allemaal bij elkaar, maar maloten die zich niet weten te gedragen bij een fatsoenlijk diner en niet in staat zijn om een normale conversatie te voeren, die vind je natuurlijk overal. En de meeste daarvan die worden vind je in de annalen van de geschiedenis niet meer terug, omdat ze verder niks of weinig bijzonders hebben gepresteerd. Ik wil toch voorop eventjes stellen wat Newton wel gepresteerd heeft en wat hoe dan ook de hoofdzaken zijn. Daarna laten we die hoofdzaken verder zitten en gaan we ons opgewekt in bijzaken verdiepen, conform het thema van dit studium generale, maar wel, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om, de bijzaken proberen weer voor zover dat zich laat doen te koppelen aan die hoofdzaken. Oké, wat zijn die hoofdzaken? We laten de jeugd van Isaac maar even zitten komen hem tegen wanneer hij zich op 18-jarige leeftijd inschrijft. De Universiteit van Cambridge en wordt ingeschreven bij Trinity College. Een student zoals zoveel anderen. Aanvankelijk in zijn eerste jaar is hij dat ook. Hij neemt min of meer braaf de voorgeschreven studieboeken door voor wat betreft het gebied dat wij nu natuurwetenschap noemen, maar dat toen eigenlijk meer natuurfilosofie heette. Daar was een leerboek voor en dat was intussen al 40 jaar oud. En dat was een min of meer bekwame, didactisch bekwame uiteenzetting van de leer van Aristoteles. Daarmee lag Cambridge behoorlijk achter op althans een aantal universiteiten. In de Nederlanden, de Universiteit van Leiden, ja, daar kon je ook nog, als je natuurfilosofie studeerde, dan kreeg je ook nog wel met Aristoteles te maken, maar dan zaten daar zo in het begin van de jaren 60, we zitten nu in 1661, zitten daar toch al aardige plukken van wat modernere inzichten doorheen, van Descartes. Als je geluk had, kon je een paar dingetjes oppikken over wat Galilei zo al te beweren had gehad. Dat was wel een beetje een ratje toe waar dat allemaal in werd opgediend, maar je kreeg wel iets te weten van wat zich de voorafgaande 60 jaar ongeveer aan vernieuwing in het denken over de natuur had voorgedaan. Cambridge had dat nog nauwelijks gehaald. De periode waarin Newton student was en ook hoogleraar later werd aan de Universiteit van Cambridge is het dieptepunt van die universiteit geweest. En dat heeft ingrijpende gevolgen gehad voor Newton zelf, voor zijn persoonlijk leven, maar ook voor zijn wetenschappelijk werk. Bijvoorbeeld, al als tweedejaars
zag hij niets meer in dat leerboek over Aristoteles. Hij hield op met dat braaf samen te vatten en uit zijn kop te leren. En hij ging geheel op eigen houtje, buiten het curriculum om, ging hij ontdekken wat zich de afgelopen 60 jaar in het denken over de natuur allemaal aan revolutionairs had voltrokken. Hij las Galilei, hij las Descartes, hij las Kepler. In de meeste gevallen uit de eerste, soms uit de tweede hand. En hij maakte zich in een privé stoomcursus van ongeveer een jaar al die vernieuwing eigen. Ook op het terrein van de wiskunde. En het merkwaardige is dat het gebruikelijke leerboek, dat werd ook in Cambridge, althans de basis daarvan, Euclides, dat is nog een antiek Griekse tekst, daaruit leerde je meetkunde, maar hij vond dat zo makkelijk, zo onnozel eigenlijk, alles volgde zo volkomen evident uit elkaar, is hij al heel gauw mee opgehouden. In plaats daarvan heeft hij zichzelf wiskunde bijgebracht. Ook weer zichzelf, hè, pure zelfstudie. Aan de hand van een pionierswerk van een generatie eerder. De geometrie van Descartes. Waarin hij de grondslagen legt voor wat wij nu kennen als de analytische meetkunde. Een pionierstekst, volstrekt niet bedoeld als een handig handboek. Ook geen enkele didactische opzet. En dat is de manier waarop deze wat eigenzinnige tweedejaars zich wiskunde eigen maakt. Aanvankelijk leert hij zoals een beginnend student dat doet, maar al heel gauw, en nu zitten we in het begin van zijn derde jaar, gaat hij kritische vragen stellen bij wat hij allemaal gelezen heeft. Enkele natuurfilosofische vragen is de titel van het manuscript dat hij geeft aan een enorme smak papier waar hij onderwerpen, kopjes per pagina en daaronder vragen stelt. En die worden meer en meer kritisch over Descartes, over die geometrie, over andere ideeën van Descartes, over Galilei. Overal komt hij met vraagtekens en buitengewoon kiene kritische vragen. Niet zomaar, maar je merkt eraan, dit is iemand die in één klap tot de essentie doordringt en zich afvraagt, ja, hoe zit dat eigenlijk? Als dit zo is, hoe zit het dan met dat? En dan komen we in flink eind in het derde jaar en dan zie je dat met name op het terrein van de wiskunde, en dat is meetkunde in die tijd en dat is algebra, Newton niet alleen vragen stelt die niet eerder zijn gesteld, hij gaat steeds geavanceerdere literatuur, hij zorgt dat hij aan de grens van wat er op het terrein van de wiskunde op dat moment gedaan en gepubliceerd is, analyse van oneindigheden, en hij gaat daar Hij gaat stappen verder zetten. Hij wordt met andere woorden een ontdekker. En binnen een jaar ontdekt hij de differentiaal en de integraalrekening. Achteraf bekeken waren onderdelen daarvan wel in specifieke gevallen toegepast. Maar wat bij Huygens onder andere en nog wel anderen. Maar wat Newton doet, dat is een stap verder zetten en steeds generaliseren. Dat hoort tot zijn methode van begin tot het eind van zijn leven. Steeds is hij uit niet op het specifieke geval, maar op het generaliseren van specifieke gevallen. De algemene regel, algemene methode, dat is waar hij op uit is. Dat is zijn eerste grote ontdekking geweest. En wat doet hij ermee? Hij doet er niet mee wat je vandaag de dag zou doen, namelijk ogenblikkelijk publiceren, liefst nog in een preprint. Hij houdt hem voor zich. Nou is dat niet zo absurd vanuit zijn tijd bekeken als het er tegenwoordig uitziet. Er is heel veel in de 17e eeuw ook aan vaak belangrijke ontdekkingen gedaan die pas postuum zijn gepubliceerd. Maar bij Isaac Newton gaat dat wel heel ver. In feite heeft hij zijn differentiaal en integraalrekening voor het eerst bekendgemaakt in zijn Principia, zijn grote meesterwerk waar hij de universele gravitatie in neerlegt. En dan zitten we een kwart eeuw later, daar kom ik zo nog op terug. Dat is zijn eerste grote ontdekking. Zijn tweede grote ontdekking, dat is dus zijn vierde jaar. We hebben over student nog steeds. Hij heeft nog geen eens bachelor's gedaan. Dat is de kleurschifting. Dus het feit dat het witte zonlicht niet het oorspronkelijke pure licht is, zoals iedereen altijd, en hoe kan het ook anders, als volkomen vanzelfsprekend had aangenomen, maar dat de zonlicht een samenstel is van alle kleuren van de regenboog. Buitengewoon paradoxaal inzicht. Hij komt op het idee, zet een hele reeks van briljante experimenten op om dat uit te bouwen, om dat aan tests te onderwerpen, en hij publiceert het niet. Hij
komt op een eerste idee wat later in zijn tweede grote scheppingsperiode zal uitlopen op de universele gravitatie. Dat is het fameuze verhaal van de appel, van de correlatie van de val van een voorwerp op aarde met de baan van de maan om de aarde, alsof dat ook een vorm van vallen zou zijn. Die correlatie is volstrekt nieuw. Kwantitatief heeft hij hem al aardig te pakken, maar het krachtbegrip waar wij Newton kennen, dat heeft hij dan nog helemaal niet. Dat zit in zijn tweede scheppingsperiode. Ik geef u nu eventjes heel in het kort wat bekend staat als de wonderjaren, de Annie Mirabiles van Newton. En die spelen zich dus af van 65 tot 67, dus van zijn derde tot en met zijn vijfde jaar. Op het einde van heeft hij intussen zijn bachelor's gehaald en is hij met zijn master's bezig. In 1670 volgt nog een tweede ronde van nog veel nauwkeuriger en gedetailleerdere experimenten op het terrein van de kleuren en het licht. En dat is het. Dit is de eerste grote scheppingsperiode van Newton. Hij heeft nog een aantal verhandelingen, altijd voor zichzelf, niks van gepubliceerd over bewegingsverschijnselen, maar is dan nog niet in de buurt van wat wij nu kennen als de drie bewegingswetten van Newton. Dat komt in de tweede grote scheppingsfase van zijn leven, die speelt een kwart eeuw later af, in 1684 tot 87, en dat is de periode waarin hij zijn grootste meesterwerk, de Principia, heeft geschreven. Daarin legt hij de drie bewegingswetten vast. Daarin heeft hij het begrip kracht ontwikkeld, en niet zomaar een willekeurige kracht, maar een kwantitatief gepreciseerde kracht in die drie bewegingswetten. En hij ontwikkelt het idee van de universele gravitatie. En dat hele boek, de Principia, is opgezet als een bewijs. Niet zomaar wat beweren, maar een bewijs, een wiskundig en experimenteel getoetst bewijs van die universele gravitatie. Als die geldt, dan zullen de planeten onder invloed van de universele gravitatie ellipsvormige banen beschrijven, zoals deze of gene in zijn tijd wel eens vermoed had. En Newton zelf trouwens in zijn eerste scheppingsperiode ook al. Maar wat hij nu in een, 250 à 300 bladzijden van een wiskundig en zoals gezegd experimenteel getoetst bewijs voorziet. Als deze man dit alles niet had gepresteerd en alleen de rest zou blijven staan van het verhaal dat ik u ga vertellen, ja, dan waren dat eigenaardigheden geweest van jaar 1 en Newton, die misschien nog wel een bladzijtje in de Dictionary of National Biography van dus de Engelse biografische woordenboeken zou hebben gekregen van ja, ook zo'n hoogleraar met een paar gekkigheden. Een intrigerende vraag is wat er gebeurd zou zijn wanneer Newton niets van dit alles gepubliceerd zou hebben. En hij heeft namelijk verdraaid weinig gepubliceerd. U hoorde het al aankomen van wat ik zei over die differentiële integraalrekening, was kwart eeuw later gepubliceerd. Zijn ontdekking van de kleurschifting voor zich gehouden. Hij dacht helemaal niet aan publicatie. Dat verandert op een gegeven moment wel. Maar wat ik u nu vooral wil voorhouden, dat de hoeveelheid tijd die Newton aan de ontdekkingen heeft besteed, die voor ons de Newton aan de allereerste plaats uitmaken, die is veel en veel en veel korter dan de tijd die hij aan andere bezigheden heeft besteed. En die andere bezigheden zijn met name alchemie en theologie. Je zou wat overdreven kunnen zeggen, Newton was een alchemist en een theoloog die af en toe tussendoor ook nog wel zich even bezig hield met het ontdekken van de differentiaalrekening, nou, enzovoorts. De onderwerpen die ik noemde. In termen van het aantal woorden dat hij aan deze onderwerpen gewijd heeft, geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Hij heeft veel meer over alchemie geschreven. Hij heeft ook veel meer alchemistische experimenten ondernomen. Hij heeft veel meer over theologie geschreven dan over een van die andere onderwerpen. Ik zal een beetje proberen uit te leggen zometeen hoe dat überhaupt mogelijk is. Hoe dat toch één en dezelfde Newton kan zijn. Want of je hoog of laag springt, er was één Newton. Niet twee. Niet de ene moderne die bij ons in alle leerboeken nog steeds verschijnt. En ja, een beetje een achterlijke maloot die zich met een andere hersenhelft nog met wat mystieke onzin bezig hield. Zo is het niet, zo is het verre van. Ik zal proberen u iets van de verbinding tussen beiden te laten zien. Ik denk dat ik dat het best een beetje in chronologische volgorde kan doen. Maar daaraan voorafgaand wil ik dan nog even
een tweedeling maken. Ik heb al als het ware een kleine tweedeling gemaakt tussen de twee grote scheppingsperioden in Newton's leven. Die van de student en die van de voluit hoogleraar en fellow van Trinity. De eerste, de ontdekking die ik al noemde. De tweede, dus de periode waarin hij in 2,5 jaar het denkwerk doet voor de Principia en dat boek ook opschrijft. Er loopt ook een tweedeling door Newton's hele leven. En dat is heel ruwweg gezegd de Cambridge-periode en de Londen-periode. Newton is in 1696, dat is dus 9 jaar na het uitkomen van de Principia. En toen was hij sindsdien was hij een bekende figuur. Is hij naar Londen verhuisd. Heeft Cambridge achter zich gelaten, zijn professoraat en zijn fellowship eraan gegeven. En heeft een functie gekregen als opzichter, later hoofd van de munt. Wat een eigenaardige functie voor iemand met zo'n verleden als hij. En dan ontpopt de kluizenaar, is een term die vaak voor Newton gebruikt wordt, in ieder geval een zeer eenzame figuur, sociaal zo geïsoleerd en ook zichzelf isolerend. Als die herinneringen van zijn amanuensis, waar ik mee begon, al suggereren. Die ontpopt zich vrij plotseling tot een zeer bekwaam administrateur. Die buitengewoon stevig en ook efficiënt achter het leger aan valse munters aanzit. Dat die eerste decennia van de 18e eeuw Londen en omstreken onveilig maakt. Hij wordt in 1704 bovendien benoemd tot president van de Royal Society. Opnieuw, hij blijkt een zeer capabel administrateur. Hij wordt opgenomen in het Londense establishment. En het lijkt een wat andere figuur te zijn geworden dan die eenzame zonderling in Cambridge. Hoe raakt die man zo eenzaam en zo zonderling? Nou, ten dele heeft dat natuurlijk met persoonlijkheid te maken. Je moet natuurlijk altijd ontzettend uitkijken met van iemand die al lang dood en begraven is en die je niet meer kan spreken. En ook niet eens op een psychologisch consult halen om daar maar even een etiket op te plakken. En dat neemt toch niet weg dat hij een beetje vertrouwd is met het syndroom van Asperger en die Newton zijn leven tot zich neemt. Ja, dan ben je toch wel geneigd om iets van een associatie te leggen. Gering ontwikkeld vermogen tot empathie, tot zich verdiepen of zelfs maar zich interesseren voor hoe andere mensen in elkaar zitten en wat andere mensen kan bezighouden. Daar blijkt in zijn leven betrekkelijk weinig van. Niet niets, maar betrekkelijk weinig. In Cambridge isoleert hij zich. Een andere oorzaak daarvan heb ik eigenlijk al aangegeven. Dat is dat intellectueel gesproken Cambridge een ramp was in die tijd. Weliswaar heeft Newton natuurlijk grootschalig kunnen profiteren van die enorme vrijheid die laat maar waaien mentaliteit hem liet. Als hij het officiële curriculum eraan gaf en zijn eigen curriculum opstelde, was geen haan die er naar kraaide. Je moet ook niet denken dat hoogleraren aan die universiteit dat die zelf onderwijs gaven. Nee, dat voor een grijpstuiver lieten zij dat over aan bijklussende tweedejaars studenten. En fellows deden überhaupt buitengewoon weinig, behalve in de kroeg en in het bordeel zitten. Daar deed Newton niet aan mee. Newton interesseerde zich wel ergens voor. En dat is dan buitengewoon zwak uitgedrukt, maar was bezeten. Als hij iets aanpakte, dan was het ook compleet, in de volle omvang. Ik zal u daar nog een paar voorbeelden van geven. Een alzijdig geïnteresseerd persoon. De enige manier om in zo'n omgeving het hoofd boven water te houden, dat is door je er maar je maar afzijdig te houden. Over wat hem bezig hield, viel toch niet te praten. Die Descartes, die hij al lang achter zich had gelaten. Daar hadden zijn collega's nog nooit van gehoord. Of misschien een vaag bericht van die Franse, gelukkig al overleden atheïst. Dat zo ongeveer. Er viel met zijn collega's eigenlijk nergens over te praten. Hij probeerde het ook niet. Er zijn nog een paar andere oorzaken, maar die komen we vanzelf tegen voor die neiging van Newton om zich maar helemaal afzijdig te houden van zijn omgeving.
Die openingspassage waar ik mee begon, hè, er is even sprake van 2 of 3 vrienden. Nou, hele intensieve vriendschappen waren dat niet hoor. Een van de drie die was een apotheker. En daar is Newton mee gebroken toen die een keer bij zo'n bijeenkomst op de kamer van een van hun een wat losse anekdote over een non vertelde. En de twee anderen met wie hij dus niet gebroken heeft. Je moet niet denken dat toen Newton eenmaal van Cambridge naar Londen vertrokken was, hij ooit nog een brief met ze gewisseld heeft. Nou, zoveel over de diepgang van de sociale omgang van Sir Isaac, nog afgezien dus ervan dat wanneer hij een fles wijn ging halen en er kwam een idee bij hem op, dan vergat hij die vrienden. Oké. Waar heeft Newton zich mee bezig gehouden na zijn wonderjaar? Als eerste komt dan de alchemie. Daar heeft hij zich ingestort met ongelooflijke intensiteit die hij aan elk onderwerp besteedde dat hem ging bezighouden. Je moet niet denken dat, je komt er wel vaak tegen het idee van je hebt chemie, de rationele chemie, en dan heb je de mystieke alchemie, en op zijn best is dan de rationele chemie uit de mystieke alchemie voortgekomen. Er is geen kwestie van, bijna iedereen die zich in de 17e eeuw bezighield met onderzoekingen waarvan wij nu geneigd zijn te zeggen van ja, die zijn wel min of meer chemisch, waren tegelijkertijd toegewijde alchemisten. Neemt niet weg dat de alchemie, de beoefening daarvan, de verhandelingen, er waren veel alchemistische verhandelingen, dat speelde zich wel in esoterische kringen af. Daar is, als er al over werd gepubliceerd, ging dat in een esoterische taal, in een symbolentaal, die ook vandaag de dag voor historici van de alchemie nog betrekkelijk lastig te doorzien en te ontraadselen is. Newton maakte van die gemeenschap, in hoeverre in persoon kunnen we niet nagaan, maar in ieder geval in termen van uitwisseling van manuscripten, volledig deel uit. Sterker nog, voor zover je maatstaven kan aanleggen, kwaliteitsmaatstaven aan het vakgebied van de alchemie, en tot op zekere hoogte kan dat, hoort Newton tot de grootste alchemisten van alle tijden. Niet alleen doordat hij het meest systematische literatuuroverzicht heeft vervaardigd dat er ooit is gemaakt, maar ook doordat hij intensieve experimenten ondernam. Hij ondernam wat wij nu chemische experimenten zouden noemen. Hij ondernam wat wij nu alchemistische experimenten noemen. Dat liep voor hem ook, zoals ook voor de anderen, vrijwel door elkaar. Met een nauwkeurigheid, vrijwel zonder precedent, in feite dezelfde nauwkeurigheid als hij aan de dag legde bij zijn experimenten op het, met name ook het terrein van licht en kleur. Het soort, als je beschrijvingen van experimenten van Newton op het ene terrein en op het andere ziet, dan is het het onderwerp dat ze onderscheidt, maar eigenlijk niet de aanpak, de systematiek erin, het koppig volhouden, doorzetten over slapeloze nachten lang in de gaten houden wat er in een retort allemaal gebeurt. Het is één en dezelfde figuur. In 1668 ontdekt Newton ook nog een ander terrein. Hij was inmiddels tot hoogleraar benoemd, Lucasian Professor, een leerstoel die door een zekere Henry Lucas van de vereiste fondsen was voorzien, en Fellow aan Trinity College. Dat fellowship, daar lagen dus, was met buitengewoon weinig feitelijke verplichtingen verbonden. Ik suggereerde dat al even. Maar er zat wel de verplichting aan vast dat je binnen 7 jaar nadat je tot fellow was benoemd, een plechtige wijding in de Engelse staatskerk, dus de Anglicaanse kerk, moest ondergaan. Newton nam altijd alles serieus, dus als die wijding er binnen 7 jaar aan moest komen, dan, en je dus een plechtig zweren op de dogmatische formules van de Anglicaanse kerk ten overstaan van heel Trinity College, dan wou je ook wel even weten waar hij dan op zwoer. Dus ging Newton zich met de hem eigen vasthoudendheid verdiepen in de teksten van de kerkvaders. Dus dan zit je in de theologie van zo de 4e, 5e, 6e eeuw na Christus. En dan las hij niet alleen de standaard kerkvaders, Augustinus, van wie u allemaal hebt gehoord, Eusebius, waarvan sommigen van u die wel eens in Arnhem komen wel eens van hebben gehoord, omdat er ook een kerk naar is genoemd, maar nog tientallen andere voor ons totaal obscuur geworden kerkvaders, waar alleen een aantal in de
kerkgeschiedenis gespecialiseerde theologen vandaag de dag nog enige weet van hebben. En Isaac ploegde al die handschriften door. En daar kwam hij binnen 4 maanden dingen in tegen die hem ontstelden. Hij deed daar een ontdekking. Hij is niet helemaal de enige geweest hoor, die die ontdekking gedaan heeft. Maar hij was wel bij de vroege. En dat is dat er in die periode van geweldige conflicten over de kerkelijke leerstellingen, dat daar nogal wat schriftvervalsing heeft plaatsgevonden. Niet zomaar schriftvervalsing, maar van de Heilige Schrift. Het is de periode waar de leerstelling van de goddelijke drie-eenheid uit is voortgekomen. Dus de gedachte dat God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest in wezen één en dezelfde substantie delen. Dat is de officiële uitdrukking. 1 persoon in drie gedaanten als het ware vormen. En Newton ontdekt dat de aanduidingen daarvan in het Nieuwe Testament, dat die hier in die vierde eeuw door de aanhangers van deze drie-eenheidsgedachten achteraf in zijn gesmokkeld. Op dat moment breekt Newton, die tot dan toe een protestants gelovige is, zoals iedereen in zijn omgeving dat was, die breekt niet met het christelijk geloof, dat uitdrukkelijk niet. Hij is tot het eind van zijn leven een overtuigd christen gebleven, maar hij breekt wel met de goddelijke drie-eenheid. Dat was nogal wat. En wat dat met name betekende, en dat heeft Newton zich uitstekend gerealiseerd, dat was dat hij daar zijn mond over moest houden. Ik gaf al aan, een fellow van Trinity, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, kon zich buitengewoon veel veroorloven. College geven, dat kon je erbij laten zitten. Ik noemde de activiteiten al waar men zich wel mee bezig hield en waar Newton die totaal niet interesseerde. Er waren eigenlijk maar 2 dingen die je echt niet kon veroorloven. En dat was moord en dat was niet geloven in de goddelijke drie-eenheid. Ja, en daar zat hij. En hij moest wel binnen 7 jaar, mind you, want daar was het allemaal, daarvoor was zijn theologische studie begonnen, zich tot geestelijke laten wijden. Het is hem gelukt, hoe weten we niet precies, om onder die verplichting uit te komen. En dat was lastig natuurlijk, want hij kon niet vertellen waarom hij hier onderuit wou. We weten ook niet precies hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar hij heeft het voor elkaar gekregen. We weten wel uit handschriften van hem die uit die tijd stammen, dat hij bij wijze van spreken een paar weken voor het zover was zijn koffers al gepakt had. Hij heeft rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij Cambridge zou moeten verlaten. En op zijn allerbest nog ergens in een of ander plattelands dorpje nog wel een baan als zielzorger zou kunnen krijgen met veel geluk. En eigenlijk van elk beschaafd gezelschap zijn uitgesloten. En zijn hele, de intellectuele wereld die hem zo bezig hield, achter zich zou hebben moeten laten. Enfin, het is erop uitgedraaid dat er dispensatie is verleend. Niet aan hem persoonlijk, maar aan zijn leerstoel, de Lucasian Professor of Mathematics. En zo is hij, als het ware, op het nippertje ontsnapt. Zijn theologische studies heeft hij tot het eind van zijn leven voortgezet. Waarbij meer en meer het leidend thema werd, niet alleen die ene schriftvervalsing, maar dat hij eigenlijk grote stukken van de hele kerkgeschiedenis, en niet alleen de kerkgeschiedenis, maar de hele godsdienstgeschiedenis, tot eeuwen voor het christendom, tot vanaf Noach en de zondvloed aan toe, vergeven is geweest van het bederf, van de corruptie, van het misbruik maken van de oorspronkelijke religieuze leerstellingen. En dan komt er weer een profeet en dan komt het een tijdje weer op zijn pootjes terecht. Christus is als één van die profeten, niet als een goddelijke persoon, maar als één van de bemiddelaren tussen God en mensheid, die God stuurt om de mensheid weer van dat bederf af te helpen. En dat helpt dan een tijdje en daarna gaat het weer mis. En je hoeft eigenlijk niet erg te twijfelen dat in zijn binnenste Newton zichzelf gezien heeft als het ware een herleving van de profeet Elia uit het Oude Testament en zijn bestrijding van de dienaren van Baal, dus die Babylonische godheid die in het Oud-Testamentische Palestina zoveel aanhang had. En hij hoefde in Cambridge maar om zich heen te kijken om de Baals dienaren en hun liederlijke levenswijze te aanschouwen. Je moet je wel realiseren dat die eenzaamheid van Newton niet alleen uit zijn persoonlijkheid voortkwam, niet alleen uit het treurige niveau van intellectuele lapswanserij dat de hele universiteit kenmerkte, maar ook dat hij met een geheim rondliep. Dat hij aan niemand mocht laten weten.
Ook dat draagt bij aan iemand zijn eenzaamheid. In 1672, hij is dan al, zijn vroege ontdekkingen liggen al jaren achter hem. Zijn alchemistisch werk is al begonnen, zijn theologische studie is al begonnen. Maar zo langzamerhand gaat het toch aan hem knagen. De buitenwereld weet van niets, van al die ontdekkingen die hij heeft gedaan. En hij was niet naïef hoor, hij wist donders goed dat die ontdekkingen van hem, dat geen onbenullige ontdekkingen waren. Hij heeft met name over de differentiaal en integraalrekening, hij heeft er wel wat correspondentie over gehad, hij heeft een paar dingetjes losgelaten, niet genoeg dat degene met wie hij correspondeerde erachter kon komen wat hij nu eigenlijk allemaal bedacht had, maar hij schept wel een beetje op over wat hij allemaal kan. Hij kan meetkundige problemen in een kwartier oplossen, waar anderen dagen mee in de weer zou zijn, dankzij een fontein die hij tot beweging, tot hoe meer dat heeft weten te brengen. Nou, wat dan de aard van die fontein is, daar houdt hij zorgvuldig zijn mond over. En toch, op de een of andere manier wil hij toch iets laten merken. Maar wat dan, op welk terrein? Nou, alchemie, dat kwam niet in aanmerking, zoals ik al zei, dat is een esoterisch gebied, daarmee trad je niet naar buiten. Theologie. Kop houden, dat was het bij uitstek nodig. We konden hier nooit over die ontdekking van hem iets publiceren. Helemaal op het eind van zijn leven heeft hij het eventjes iets in die richting geprobeerd. Een ogenschijnlijk neutrale verhandeling over die twee Bijbelpassages die uit het Nieuwe Testament, die dus in feite vervalsingen zijn. Daar denk ik trouwens, dat is later ook bevestigd hoor, vervalsingen zijn. Dus puur en alleen over die twee opmerkelijke Bijbelpassages. En op het laatste nippertje, de drukproeven waren er al, heeft hij toch de hele zooi. Sterker nog, het was al gedrukt, heeft hij de hele oplage opgekocht. Hij toch, en terecht ook, op het laatste nippertje nog de zenuw gekregen. En dan zitten we helemaal op het eind van zijn leven, dan is hij al achter in de 70. Nu zitten we in 1672, hij is dan, wat is het, 28 jaar, en hij wil toch iets kwijt. Zijn wiskundige ontdekking, het zou misschien kunnen, maar ja, uiteindelijk besluit hij om de kleurschifting dan maar te nemen. En hij heeft op basis van zijn ontdekking van de kleurschifting een nieuw soort telescoop geconstrueerd. Niet een refractor, maar een reflector, de eerste reflector, dus waarbij het licht wordt toegelaten niet via een lens, maar via een spiegel, dat een aantal grote voordelen heeft. Voor degenen die er plezier in hebben, voeg ik even toe dat je natuurlijk de chromatische aberratie kwijt bent die hij net ontdekt had en waarvan hij de onvermijdelijkheid had ontdekt. En die heeft hij niet kunnen laten om die aan een paar mensen in zijn omgeving te laten zien. Hij is natuurlijk hartstikke trots op het ding. Het is een fantastische telescoop. En die biedt hij dan aan de Royal Society. Dat is een gezelschap dat dan pas kort bestaat. Dat is in 1660 opgericht. En dat is voor Newton toch dé wetenschappelijke omgeving geworden. Vanaf 1672. Hij las altijd al het tijdschrift van de Royal Society, de Philosophical Transactions, het vroegste wetenschappelijke tijdschrift dat überhaupt bestaat. En daar stuurt hij dan die telescoop naartoe en hij wordt juichend ontvangen. Geweldig vlijende brief krijgt hij per kerende mail zou ik al zeggen. Ja, letterlijk is dat natuurlijk ook zo. Ze zat nog wel een paar weken tussen, maar toch heel snel het antwoord op. Geweldig enthousiast en of hij misschien nog wat had. Ja, hij had toch wel wat. Hij had ook nog een stukje over de achterliggende gedachtegang van die kleurschifting. A New Theory. Die wordt ook weer juichend ontvangen en die wordt prompt gepubliceerd in die Philosophical Transactions. En Newton geniet van de complimenten waarmee hij overladen wordt. En dan komt de koude douche. De beste deskundige binnen Engeland, dat is Robert Hooke. Die is als peer reviewer gevraagd en die spendeert een paar uren aan dat artikel van zo'n 10 bladzijden van die onbekende professor Isaac Newton, van wie hij nooit gehoord heeft. En op karakteristieke manier van Hooke schrijft hij, oh die experimenten, heel ingenieus hoor, die heb ik ook allemaal al lang gedaan. En die hypothese van hem, heel interessant hoor, maar eigenlijk denk ik dat het meer zo zit. En het zou ook nog die hypothese kunnen zijn, die Hooke ter plekke maar even uit zijn mouw schudt. En als je dat rapportje van
Hoek leest, dan zie je dat Hoek over het kernpunt van die kleurschifting finaal heen heeft gelezen. Het is ook niet zo gek, want het is een volstrekt paradoxaal inzicht. Ik zei het al, zonlicht, om daarvan te beweren dat dat is samengesteld uit alle kleuren van de regenboog. Kom op, nou, dat zie je toch helemaal niet. Probeer het maar eens aan een kind van zeg 8, 9 jaar uit te leggen. Ik heb dat ook wel gedaan, mijn zoon lachte me in mijn gezicht uit. Het klinkt zo onaannemelijk, net zoals het niet zo simpel is om een kind van die leeftijd wijs te maken dat de aarde om de zon draait. Kom op nou, waar merk je dat aan? Dat merk je natuurlijk helemaal nergens aan, dat ding staat stil. Dat zie je toch, pa, dat merk je toch, dat voel je toch. Nou, daar heeft hij groot gelijk in. Dus Hoek ziet dat overlopen. Op het continent, ook Christiaan Huygens, toch werkelijk niet de eerste, de beste criticus, leest ook over dat hele punt heen. En Newton die gaat aan het beantwoorden. En daar gaat het niet fijnzinnig toe. Er zijn nog een reeks andere bezwaren, een aantal jezuïetenpaters. En er zaten uitstekende experimentatoren onder, hoor. Allemaal op het Europese continent ook. Die komen ook met hele reeksen bezwaren. En Newton is daarop volgende 6 jaar bezig met zo 1 à 2 keer per jaar weer te antwoorden op een bezwaar. En dat gebeurt met een gebrek aan hoffelijkheid, met een korzeligheid en uiteindelijk met een onbeschoftheid. Overigens doelbewuste onbeschoftheid, want hij wil van het gezeur af. Hoezo gezeur? Een deel van de bezwaren zijn identiek met bezwaren die Newton al geanticipeerd had en in zijn oorspronkelijke stuk al weerlegd had. Het is natuurlijk niet leuk wanneer je daarna die weer als bezwaar van een ander te horen krijgt. Kom nou, lees dan beter. Een deel van de bezwaren komt eruit voort dat de lezers weliswaar tot het pinterder deel van de mensheid hoorden, maar toch ook weer niet zo intelligent waren als Newton. Het is het ongeduld van een buitengewoon hoogbegaafde die een ander niet snapt, hoe die niet kan snappen wat voor hem zo glashelder is. En wat er ook bij komt, is dat Newton wel verdraaid gauw aangebrand was van wat voor kritiek dan ook. In ieder geval, als dat 6 jaar gaande is, en kom op zeg, 15 bladzijden per jaar aan critici besteden, zo'n ramp is dat niet, maar hij wekt de indruk dat dat een zeer ernstige, zijn hele tijd verknoeid en dat hij nou aan niks anders meer toekomt. Hoe dan ook, de onbeschoftheid van die laatste brief is echt doelbewust om er vanaf te zijn. Is het ook. Is de rest van zijn leven ook heel trots geweest, van dat gezamenlijk was hij af. Hij sluit zich weer op, helemaal in zichzelf. En waar hij zich mee bezighoudt, dat zijn die twee onderwerpen die ik al noemde, alchemistisch en theologisch onderzoek. En dat zou heel goed zo hebben kunnen blijven als er niet twee interventies waren geweest. En het ene is van diezelfde Robert Hooke afkomstig. En de heren, doe maar even alsof ze het conflict dat ze hebben gehad over die kleurschifting, alsof ze dat allebei zo'n beetje vergeten zijn. Hooke schrijft hem dat hij de nieuwe secretaris is geworden van de Royal Society. En Newton is toch al een slapend lid. Of hij het genootschap de eer aan wil doen om weer eens wat vaker te verschijnen. En of hij misschien nog een mooie publicatie heeft. Dat zou dan zijn tweede zijn, mind you. Afgezien dus van die ripostes, die antwoorden op zijn critici. En Hoek die doet een suggestie en die komt met een eigen idee over aantrekkende werkingen. En Newton wil er helemaal in een correspondentie laten trekken over baanbeweging, waar hij al 10 jaar eerder mee is opgehouden, omdat hij er helemaal mee vast is komen te zitten. En toch, het gaat nog even door en Newton specificeert, Hooke specificeert zijn idee over aantrekkende krachtwerking nog iets. En Newton besluit om wat Hooke als een idee, als een losse gedachte, en Hooke was altijd de man van de losse hypothesen, om dat maar eens even te gaan uitwerken. Wiskundig te bewijzen wat Hooke zo beweerde, en dat is dus een soort aantrekkende krachtwerking, niet verder gespecificeerd, waar die werkt omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand. Newton schrijft een bewijs op, stuurt dat niet meer naar Hooke op, met Hooke wil hij verder niks te maken hebben, en hij legt het naast alle andere duizenden, letterlijk duizenden bladzijden van dingen die hij puur voor zichzelf heeft opgeschreven, legt hij ook dat bewijs in zijn uitpuilende ladekast. Want nogmaals, hij heeft nog niks anders gepubliceerd dan die New Theory en die 6 of 7 antwoorden op zijn critici. Dit gaat ook de la in. En ook daar zou het zijn gebleven, als niet 5 jaar later Edmund Halley, de latere
man van de identificatie van de komeet die wij nu terecht ook naar Halley noemen, in Cambridge moet wezen. We weten niet wie die daar ging opzoeken, maar hij moet er toch wezen. En hij vraagt aan, gaat eventjes bij Newton langs, want hij wil wel eens weten wat voor baan een planeet zou gaan beschrijven onder invloed van een krachtwerking die afneemt met het kwadraat van de afstand. Nou, zegt Newton, een ellips natuurlijk. Nou, hoe kom je daarbij? Ja, dat heb ik uitgerekend. Dat is natuurlijk een ander antwoord dan van Hooke die het vermoed had. Nou, waar is dat dan? Newton kan het niet vinden, zegt hij althans in zijn ladekast. Maar hij belooft Halley het bewijs op te zullen sturen. 4 maanden later komt dat bewijs. En dat is een verhandeling van 9 bladzijden. En in de kern is dat de Principia geworden. Daar zit nog niet de universele aantrekking in. Maar daar zit wel een idee van krachtwerking in. De aanzet tot de 3 wetten van Newton. En dan zie je, het probleem heeft hem volkomen in zijn greep gekregen. 2,5 jaar lang is hij met niets anders bezig dan het uitbouwen van dat verhandelingetje van 9 bladzijden, waarin het opgenomen, het bewijs dat hij 5 jaar eerder naar aanleiding van de brieven van Hooke had opgeschreven, uitbouwt tot het boek van de Principia, waarin is die universele gravitatie en de kwantitatieve precisering ervan niet geponeerd wordt alleen maar, poneren kan iedereen, maar van een in alle hoeken en gaten vastgespijkerd bewijs wordt voorzien. Dat is de 2e grote scheppingsperiode van Newton. Dat is wat hem bekend maakt tot een gevierde figuur in Engeland. Hij houdt het dan nog 7 jaar vol in Cambridge en dan vertrekt hij naar Londen. Maar Londen, dat is niet meer helemaal nieuw voor hem. Hij is een enkele keer bij sessies van de Royal Society geweest. Maar Newton is met eigenlijk zo ongeveer op de dag af begin 86, 1686, dat hij de Principia voltooid heeft. Humphrey Newton moet het nog in het net schrijven. De Royal Society, met name Edmund Halley, moet nog zorgen dat het gedrukt wordt. Maar het werk eraan is af. Dat is precies het moment waarop de nieuwe Engelse koning, James II, Stuart, en die is katholiek, probeert om de Universiteit van Cambridge in zijn greep te krijgen. En wel door een fellow van Trinity te benoemen, een monnik. En ja, Dat wil Trinity College natuurlijk niet. Want die zien donders goed in dat dit niet zomaar een losse benoeming is, maar een doelbewuste poging van de koning om greep te krijgen op de universiteit. En de universiteit was toch in de allereerste plaats een opleidingscentrum voor theologen, voor dominees dus. Nou, die wil James II dus in een katholieke universiteit gaan omzetten. En het is verdraaid lastig om daar tegenin te gaan. Niet alleen omdat het natuurlijk de koning is. En de koning toen had beduidend meer te zeggen dan tegenwoordig het geval is. Maar ook omdat er wel vaker van dit soort benoemingen hadden plaatsgevonden van wetenschappelijk totaal irrelevante figuren die bij wijze van zoals wij soms wel eens eredoctoraten vergeven aan personen wie hun verdiensten nou niet 1, 2, 3 op wetenschappelijk terrein liggen. En zo werd er van tijd tot tijd ook fellowships en professoraten verstrekt. De koning die schreef daar dan een privilege voor uit en zo'n figuur die werd dan benoemd. En er werd helemaal niet verwacht daar werk van te maken. Dus niemand protesteerde daartegen. Het was een vrij primair mecenaat systeem. Iemand die aan een eretitel geholpen moest worden. Nou, die werd dan aan de universiteit geschreven. Benoem X of Y tot hoogleraar. En dat deed de universiteit dan braaf. Of fellow. En nu zaten ze met Francis Alban. Waar formeel natuurlijk precies hetzelfde vergold. Maar in dit geval zat er iets heel anders achter. Het is niet zo makkelijk om daar greep op te krijgen. Precies op dat moment stort Isaac Newton zich in de debatten op Trinity College helemaal aan de zijde van het moet rechtsom of het moet linksom, maar die vent komt er hier niet in. Kijk, het gekke is, Newton was, weten wij,
En dat weten we eigenlijk pas zeker sinds een jaar of 40 hoor. Sinds zijn theologische verhandelingen, zijn privé-theologische verhandelingen voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zijn geworden. Toen is pas bevestigd, wat al wel vermoed werd in eerdere tijden, dat Newton een geheime ketter was. Dus ketter in de zin van verwerping van de heilige drie-eenheid. Maar Newton was voor het overige natuurlijk wel een Anglicaan met de anderen. En wat betekende Anglicaan vooral? Anti-popery, tegen de paus. Dat deugde niet. Die papen die moesten er buiten worden gehouden. Daar was hij volstrekt eensgezind met zijn collega's. En bovendien, in dit soort situaties heb je altijd mensen met meer of minder ruggengraat die een beetje meebuigen en zeggen, het zal wel meevallen. En vooruit, laten we nou maar niet dwars tegen de koning ingaan. Misschien krijg je daar nog bonje mee. Kom, laat maar. En Newton helemaal van de anderen tot hier en niet verder. Nou, Newton heeft zich onder andere verdienstelijk gemaakt met het uit alle hoeken en gaten bij elkaar graven van wat er maar aan argumenten tegen de benoeming van Francis Alban tot Fellow van Trinity College verzonnen kon worden. En dat zijn geen sterke argumenten natuurlijk, want je kon wel precedenten halen, maar die precedenten, ja, die kwamen in wezen op hetzelfde neer. Newton heeft ervan gemaakt wat er van te maken viel, hoe dan ook zijn voornaamste functie is geweest, kan je toch eigenlijk wel zeggen, het college helpen om zijn rug recht te houden. De ouderen onder u, en er zit hier en daar wel een enkele, herinnert zich misschien nog wat bekend staat als de Eerste Golfoorlog. En de oude Bush, president van de Verenigde Staten, heeft toen nog erg geaarzeld of hij die annexatie van Kuwait door Saddam Hussein maar zou laten lopen of niet. En Margaret Thatcher, die was er volstrekt van overtuigd, dit kunnen we niet accepteren. En die heeft toen ze met Bush had gepraat, dat aan haar medewerkers en collega's toen ze weer terug was in Engeland beschreven als dat ze Bush van een ruggengraattransplantatie had voorzien. Nou, zo moet je ongeveer de houding van Isaac Newton, en dat is dus, mind you, die kluizenaar, die totaal geïsoleerde, ten dele zelfgezocht isolementfiguur, die zich plotseling ontwikkelt als een behoorlijk een pittig politicus. De actie heeft ook geholpen. Hij is mee met de vertegenwoordiging van Trinity College naar Londen gegaan. En zoals u uit de geschiedenisboekjes ook allemaal weet, James II heeft het niet lang mee gehouden. Dat is de periode van de Glorious Revolution. En onze stadhouder Willem III, gaat met de vloot van, veren, land die in Engeland. De Stuart-aanhang, die natuurlijk niet zo groot is, want het zijn alleen de katholieken die hem dan nog steunen. Die worden verslagen en onze Willem III wordt dan de koning stadhouder. En het eerste parlement, daarna is Newton afgevaardigd door Trinity College. Het kiesysteem was natuurlijk toen heel anders dan nu. De universiteit had zijn eigen vertegenwoordiging. En door Trinity College wordt dus onder andere Newton verkozen als parlementslid. Gezegd heeft hij in die parlementszitting van een aantal maanden, bij ons weten helemaal niks, maar hij is wel heel intensief bezig geweest met allerlei commissievoorbereidingen. Hoe dan ook, dat is de eerste periode die hij langdurig in Londen doorbrengt. Hij laat het toch in veel opzichten provinciaalse Cambridge voor die periode achter zich. En dat moet hem toch, je idee hebben, ik moet daar weg. Daar is verder eigenlijk niet veel eer aan te behalen. Daar komt bij dat enkele jaren later, 1693, en wat is hij dan? Dan is hij tegen de 50, Newton een forse mentale inzinking doormaakt. Hij heeft een maand of 3-4 geduurd, de oorzaken daarvan, daar is veel speculatie over. Je kan een hele reeks plausibele oorzaken verzinnen. Dat laat ik nu zitten, maar wel duidelijk is dat een symptoom daarvan, of een resultaat, wie zal het zeggen, toch is dat de echte scheppende periode van Newton, die heeft eigenlijk dan al verdraaid lang geduurd, dat achter in zijn 40ste, die is over. Newton heeft daarna nog veel geschreven, waarschijnlijk nog wel meer, zeker gepubliceerd, dan in de eerste fase van zijn leven. Maar dat is toch meer uitwerken, weer eens wat anders formuleren van ideeën die hij in de eerste fase van zijn leven had bij hem waren opgekomen. En dat heeft hij zelf ook wel beseft. Vandaar ook dat hij accepteert die in wezen bizarre benoeming tot opzichter en dan later hoofd van de munt. Maar hij maakt er wat van, hij maakt er heel veel van. Ik zei al, hij is een hele competente administrateur. Maar hij is dat wel in een bepaalde zin. Namelijk, hij is tegelijkertijd ook een tiran.
Newton is niet iemand die, en ik druk het nu heel zwak uit, erg op tegenspraak gesteld was. Het aantal mensen dat hem heeft tegengesproken en dat toch op redelijke voet met hem is blijven staan, dat is op of één hand wel zo ongeveer te tellen. De filosoof John Locke, daar heeft hij een hele goede verstandhouding mee gehad, die door het vroege overlijden van Locke niet heel erg lang heeft geduurd. Newton heeft in 1704 zijn tweede boek gepubliceerd, The Optics. Rijkelijk laat, maar hij wou om allerlei redenen daarmee wachten totdat Robert Hooke dood was. Nou, die overleed in 1704 en later in het jaar komt de Optics uit, die hij al jaren eerder voltooid had. Die verschijnt in het Engels, maar binnen 2 jaar wordt er een Latijnse vertaling van gemaakt. Degene die het vertaald heeft, Abraham de Moivre, die, ja, daarmee komt hij tot een soort samenwerking. S'avonds thuisgekomen van een inspannende dag werken de munt. En de wat 50 en nog wat jaar die was, was voor die tijd al een behoorlijk gevorderde leeftijd. Uren zit hij in de pub met de Moivre de tekst zin voor zin door te nemen. En er ook hier en daar wijzigingen in aan te brengen, vaak op suggestie van de Moivre. Iets vergelijkbaars gebeurt een paar jaar later met de tweede editie van de Principia, degene die dat, Roger Coates, een Engelse wiskundige wetenschapper, die aanvankelijk wat kritiekpunten op wat er in de eerste druk staat, die is dan een kwart eeuw oud, waar Newton zich totaal niet voor interesseert, maar plotseling zie je hem omgaan. En dan zie je hem denken, hé, hey, die jonge gozer die heeft misschien toch wel iets verstandigs te melden. En dan ontstaat er een vruchtbare samenwerking. Dat is zeer uitzonderlijk in het leven van Newton. De jongere generatie in Engeland heeft buitengewoon goed door dat als je op het terrein van, laten we dan maar zeggen, natuurfilosofie of de wiskundige wetenschap carrière wilde maken, dan was er maar één manier en dat was dat Newton een goed woordje voor je deed. Zo beroemd was Newton en zo erkend was Newton de man van de Principia, intussen al geworden. Dat betekent dat kijk, de Moivre en Coates, die durfden hem tegenspreken. Anderen durften het niet of kregen de kous op de kop, maar in ieder geval, die gaan slijmen. Slijmen is de manier om je loopbaan te bevorderen. En Newton was gek op slijmen. Niet zelf slijmen, maar geslijmd worden als het ware. Daar kon je niet genoeg van krijgen. Nou, en daar werd dus grootschalig gebruik van gemaakt. Newton heeft in die tweede periode van zijn leven, en dat geldt vooral voor de periode waarin hij president van de Royal Society is, dat is van 1704 tot zijn dood in 1729, dus een vol kwart eeuw lang, heeft Newton die Royal Society in 2 conflicten die in wezen vooral hemzelf aangingen, de Royal Society naar zijn hand gezet. Eigenlijk, ja, tot medeplichtige gemaakt. Eerst, het waren 2 weerzinwekkende conflicten waar Newton zich tamelijk kras in heeft gedragen. Ik waarschuw nog eventjes wat ik in het begin zei. Hè. Al die dingen die ik u nu vertel, die u al dan niet in Wikipedia kunt vinden, maar in ieder geval geacht wordt niet in Wikipedia te vinden. En waar, dat is mijn opdracht, ik hier de nadruk op leg. Want wat u wel in Wikipedia kunt vinden, kunt u ook zelf in Wikipedia naslaan, om zo te zeggen. Is toch secundair uiteindelijk. Wat van de man over is, dat zijn die grandioze vondsten. Dit zijn iets meer dan curiositeiten, maar als het ware om het portret in te kleuren. Maar nogmaals, als het precies dezezelfde dingen verteld kon worden over iemand die dat allemaal niet gepresteerd had, ja, zo wat. Maar goed, dus dat voorbouw wil ik nog een keer maken. Oké, het conflict met Flamsteed, die was de eerste Astronomer Royal, dus de eerste door de Engelse koning aangestelde en tot op zekere hoogte ook van fondsen voorziene astronoom. Die heeft in zo'n 30 jaar in werkelijk bezeten arbeid elke nacht, die niet totaal bewolkt is, sterren in kaart brengen. De hemel, de Britse hemelatlas, dat is de vertaalde titel van het boek dat vlak voor Flamsteed zijn dood is uitgekomen, bij elkaar geobserveerd. Daaronder zaten ook natuurlijk de planeten, er zaten posities van de maan. De maan was Newton eigenlijk letterlijk een bron van hoofdpijn. Het enige probleem dat Newton ooit koppijn heeft bezorgd, dat is de maan geweest. Hoe hij de maan binnen de werking van de universele gravitatie kon krijgen. Nou, die werkt dan natuurlijk ook het sterkst.
De maan, daar wordt door de aarde en door de zon aangetrokken. Dat de maan een erg onregelmatige baan heeft, dat wisten de oude Grieken al. Niemand had er ooit greep op gekregen. Newton heeft daar zijn tanden in gezet, heeft er bij de tweede druk van de Principia nog een keer zijn tanden in gezet, de derde druk nog een keer. Hij heeft dat nooit compleet rondgekregen. Maar hij wist al heel gauw, en du moment dat hij ging denken aan een tweede druk van de Principia, had hij de beste waarnemingen erover nodig. Wel, wie had die? Die had Flamsteed. Dus of Flamsteed hem maar even die waarnemingen wou bezorgen. Nou, daar was Flamsteed, en dat ging op de toon van een generaal, hoor. Kom op, soldaat, hier die waarnemingen. Flamsteed was daar nog wel toe bereid op twee voorwaarden, namelijk de eerste, dat Halley, met wie Flamsteed totaal niet overweg kon, ze niet mocht zien. En ten tweede, dat Flamsteed niet domweg de naakte waarnemingen is overhandigd, maar wel in het theoretisch kader ingebouwd. Nou, dat theoretisch kader van Flamsteed, dat was een stuk minder sterk dan dat van de Principia. Niettemin, totaal onredelijke eisen waren dat niet. Newton heeft het, te weten niet hoe, voor elkaar gekregen dat Queen Anne aan de Royal Society het oppertoezicht over de waarnemingen en de uiteindelijk resulterende atlas van Flamsteed heeft toegekend. Royal Society, waar Newton de president van was. Dus Newton is die waarnemingen gaan opeisen, en dat heeft tot huiveringwekkende conflicten geleid. Dus zijn argument was dat hij ze gewoon snel wou hebben. Uiteindelijk heeft het alleen maar een enorme vertragingsactie opgeleverd. En het gedrag van Flamsteed was niet te harde, maar van dat van Newton, die tenslotte de baas was en die in zekere zin beter had moeten weten. Dat is helemaal een verschrikking. Maar haalt eigenlijk nog niet bij het andere grote conflict, en dat is de prioriteit over de differentiaal en integraalrekening. Nou, heel schematisch zit dat zo in elkaar. Newton heeft zonder enige twijfel, zeggen wij nu achteraf als historici, de differentiaal en integraalrekening als eerste ontdekt. En wel, gaf u al, in 1665 als net derdejaars student. In 1675 is hij door Leibniz ontdekt. Onafhankelijk, zeg ik nu even, met daar weer een vraagteken tussen haakjes achter. Geen van beiden heeft gepubliceerd. Newton heeft tenslotte gepubliceerd in de Principia. Maar 3 jaar eerder, in 1684, heeft Leibniz zijn ontdekking van de differentiaal integraalrekening gepubliceerd. Nou, wie was nou eerst? Nou, dat wisten ze op het continent heel precies. Leibniz natuurlijk. Kijk maar, daar staat het, 1684. En Newton, dat is nog 1687, was dat niet 3 jaar verschil? En Newton, die zag het natuurlijk heel anders, want die had dan 1666 ontdekt. Alleen verzuimd om dat te publiceren, waar hij intussen wel flink spijt van had. Nu moet je wel weten dat in 1673 Leibniz in Londen is geweest en daar gesproken heeft met die correspondent van Newton, aan wie hij wel een paar dingen had losgelaten, zo'n beetje. En zou Leibniz dat dan niet gepikt hebben? Hoe dan ook. De heren stuurden beide een marionet op af, die dan voor hun het woord voert. En de botste die Newton in dienst had genomen, ene John Keel, valt Leibniz zo grof aan dat Leibniz besluit, en daar heeft hij nog heel veel spijt van gehad, om een beroep te doen op de Royal Society. Of de Royal Society nou niet wil uitmaken hoe het nou eigenlijk zat op die schandelijke opmerkingen van Keel, waarvan hij zich toen nog niet realiseerde dat hij van A tot Z met de president van de Royal Society, Newton, waren afgesproken. Oké. Dat heeft Newton aangegrepen. Nee, de Royal Society zou dat doen. De president heeft een commissie benoemd, een volstrekt onpartijdige commissie, waar uitsluitend zijn eigen onpartijdige marionetten in zaten. Plus heeft de Pruisische ambassadeur in Londen zo gek gekregen om in die commissie te gaan zitten. Leibniz was natuurlijk een Duitser, dus dat was wel een goede zet op zichzelf. En die onpartijdige commissie, die heeft twee brieven die Newton en Leibniz gewisseld hadden in de jaren 70... gepubliceerd met uitgebreid, volkomen onpartijdig commentaar. Een typisch soort Newton-tekst met uitgebreid, heel strak opgezet en gestructureerd betoog. Vol met feiten, voor een deel volkomen gelogen, maar dat is meer een achteraf constatering. Allemaal volstrekt onpartijdig natuurlijk. En het feit dat die publicatie van de Royal Society zo sterk op Newton's manier van argumenteren lijkt, dat is niet zo vreemd, want voor alle zekerheid heeft Newton toch maar het onpartijdige opstellen van het onpartijdige rapport van de onpartijdige Royal Society in deze kwestie tot eigen
zelf in de hand genomen. Het is van A tot Z door hem zelf geschreven. Wat hem volstrekt niet verhinderd heeft om in een weer latere publicatie over dat conflict, dat zelfs na Leibniz zijn dood nog een aantal jaren is doorgegaan, hoog schande te spreken van personen die je menen in eigen zaak rechter te kunnen zijn. Nou, hij was rechter, getuige en openbaar aanklager in één. En nu heb ik ook wel genoeg kwaad gesproken van Newton, vind ik, voor dit uur. En kwaad spreken is het niet, want oké, ik sla hier een beetje in mijn adjectieven wat door, maar wat ik u vertel, dat is in feite je reinste historische realiteit. Ik wil nog een paar dingen ter afronding even zeggen. De betekenis van die alchemie, de betekenis van die theologie. De alchemie is voor Newton beslissend geweest, een van de beslissende elementen in zijn komen tot de universele gravitatie. Newton had als het ware van Descartes, van die hele generatie van Descartes, een wereldbeeld geërfd waarin de wereld, de materiële wereld, uitsluitend bestond uit materiedeeltjes in beweging. Beweging die aan zekere veronderstelde natuurwetten, weliswaar merendeels de onjuiste, maar nevermind, gehoorzaamde. Materie en beweging, niet meer. Krachten, dat is allemaal ouderwetse onzin. Krachten, daar kan je je niks concreets, niks visueel voorstelbaars kan je je daarbij denken. En het idee van krachten, daar wou dus niemand aan in die tijd. De jonge Newton wou er niet aan, want die was aanvankelijk helemaal een aanhanger van Descartes op dat punt, zoals Huygens er levenslang niet aan heeft gewild. Hoe is Newton op het idee van krachten gekomen? Vooral door zijn alchemistische experimenten. Het voert me te ver, zie ik ook aan mijn horloge, om dat in enig detail uiteen te gaan zetten. Maar neemt u dat maar voor me aan, en anders kunt u het in dat boek van me, Isaac Newton en het ware weten, kunt u daar een flinke passage aan gewijd zien. Maar vooral het idee dat er allerlei natuurverschijnselen zijn, hitteverschijnselen bij chemische reacties bijvoorbeeld, waar je onmogelijk, die je onmogelijk kan verklaren wanneer je niks anders hebt dan die dode materiedeeltjes in beweging. Dat heeft Newton ertoe mee toegebracht om in te zien, dat is ontoereikend ter verklaring. We kunnen niet zonder een begrip van kracht, maar dat moet dan wel een wiskundig te specificeren krachtwerking zijn. Niet zomaar een willekeurige, kan iedereen roepen, maar eentje van een identificeerbare. En in het geval van de universele aantrekking is dat dan die omgekeerde kwadratenwet van hem. Waarom omgekeerde kwadratenwet? Die vraag heeft Newton zich, toen hij eenmaal zijn wet van de universele gravitatie ontdekt had, en dan zitten we ongeveer halverwege al het schrijven aan de principia, ja, waarom nu juist een kwadratenwet? Waarom niet een derde macht of een evenredigheid? Hoe zit dat eigenlijk? En Newton gaat dat heel zorgvuldig uitpitten. Er zijn lange passages in de principia, ja, waar hij in abstracto probeert te kijken hoe een wereld eruit zou zien die geregeerd wordt niet door een aantrekking met een omgekeerde kwadratenverhouding, maar in evenredigheid of in een omgekeerde zesde machtsverhouding of wat dan ook. En hij exerceert het hele stel door. In het bijzonder de veronderstelling van evenredigheid is interessant, want die levert ook ellipsbanen op. En iedere keer weer komt hij tot de conclusie, nee, een levensvatbare wereld krijg je uitsluitend in die omgekeerde kwadratenverhouding. Ik formuleer het nu doelbewust in hedendaagse termen. Maar hoe ziet het er voor Newton uit? Voor Newton is de uiteindelijke vraag, en dat is wat hem daar zo op gespitst brengt, had God bij de schepping een alternatief? Had hij de wereld op een andere manier kunnen scheppen dan volgens een aantrekkende werking, omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand? Het antwoord is nee. Het antwoord is dus ook, God heeft de wereld geschapen zoals hij hem geschapen heeft, doordat hij naast al zijn andere uitzonderlijke eigenschappen ook een groot wiskundige is. God doorziet dit alles en Newton is degene die nu als eerste als het ware de gedachte van God bij de schepping opnieuw kan denken. Zo ver werkt die de theologische bezigheden van Newton door. In de tweede druk van de Principia staat op het eind een heel beroemde passage, het Studium Generale. Nu zit ik toch te dicht bij huis. Zometeen kom ik er wel voor op. In ieder geval een algemeen commentaar. Begint ook met een S. Ik kom er wel op. En natuurlijk het Scholium Generale, allicht. Algemeen commentaar, waarin Newton
een zeker een bladzij of vier wijd aan de eigenschappen van God, waar deze natuurlijk die ik net noemde, ook bij vermeld wordt, en waar je ook uitdrukkelijk zegt dat het spreken over God deel uitmaakt van de natuurfilosofie. Lees dus van de natuurwetenschap. Voor ons zijn Newton's bezigheden als wiskundige, als expert in de optica, als expert in de mechanica, als alchemist, als theoloog, allemaal verschillende terreinen, omdat het voor ons verschillende terreinen zijn, en sommige daarvan die kunnen wij eigenlijk niet meer serieus nemen. Voor Newton maakte dat alles onderdeel uit van één groot geheel, en dat kwam toch uiteindelijk neer op het doorzien van datgene wat de schepping uiteindelijk bij elkaar houdt. Wat daar de dragende, de structurerende elementen in zijn. En na alles wat ik over Newton als in veel opzichten onmogelijke persoonlijkheid heb gezegd, als ik in zijn tijd geleefd had, dan zou ik bijzonder graag een straatje zijn omgegaan als ik hem tegenkwam. Hij had ook zijn ogenblikken van evident ongeveinsde nederigheid. En daar wil ik dan mee eindigen. Het is een beroemd citaat hoor. Het stamt van helemaal het eind van zijn leven. Hij kijkt daar terug. En u zult het wel zien tegenkomen. Ik denk zelfs, heb ik niet nagekeken, dat het in Wikipedia wel zal staan. En als het niet in Nederlands is, dan wel in de Engelse. En het luidt als volgt. Ik weet niet wat ik de wereld mogen toeschijnen. Maar mijzelf kom ik alleen maar voor te zijn geweest als een jongen die op het strand aan zee speelt. En dan zich ermee vermaakt af en toe een gladdere steen of een fraaiere schelp te vinden dan gewoon. Terwijl de grote oceaan der waarheid al onontdekt voor mij lag. Dank u wel. Dank u wel, Floris, voor dit prachtige betoog. En over Newton. Ik denk dat er vast wel vragen zullen zijn, maar we zijn een beetje beperkt. Want de taxi staat om 9:55 klaar. Dus we hebben. We mogen. Ja, u hebt het vaker vragen gehoord, maar ik moet nog naar het westen. Ja. Wie steekt van wal? Ik zie hier. Kabbalist. Ik heb wel eens horen verluiden dat hij ook een kabbalist was. Is dat niet zo? Nee hoor. Er is zelfs een boek dat heette De Kabbalist en dan gaat over Newton. Ja, weet ik. Weet ik. Maar dat volgt nog niet uit dat het ook zo is. Nee. Kijk, we kunnen dat zelfs wel met grote zekerheid zeggen, want Newton heeft nooit iets weggegooid. Er is een keer een binnenbrandje in zijn werkkamer op Cambridge geweest, maar dat is alles. We hebben nog bijna alles van hem. Er is helemaal geen sprake van. En je kan het ook wel beredeneren. Dat is een vorm van met getallen omgaan waar hij geen enkel geduld mee had. Dus nee, het spijt me, het antwoord is nee. Ik zag daar achteraan. Is er een relatie tussen zijn benoeming tot hoofd van de munt en het zoeken naar goud in de alchemie? Ik denk nee. Nee, bij mijn weten niet. Hij heeft de baan gekregen op de enige manier waarop je in die tijd een nette baan kon krijgen. En dat was door patronage, door messinaat. Doordat een vorst of een hoogadelijke figuur, die had baantjes te vergeven, in dit geval de vorst. Dat was dus onze eigen Willem III. Christian Huygens heeft nog moeite gedaan voor Newton om bij Willem III wat te regelen. Christian, zijn oudere broer Constantijn, was de secretaris van de stadhouder koning. Dat is toen niet gelukt, een paar jaar later wel, via die Montague. De munt die was voorradig. Er werd ook helemaal niet verwacht van Newton dat hij daar werk van zou maken. Dat was dat soort baantjes, dat waren erebaantjes. En dan had je een of andere administrateur van lagere komaf die voor, met veel geluk 20% van het salaris het eigenlijke werk deed. Het bijzondere van Newton was dat hij die baan serieus nam en eigenhandig achter die valse munters aanging. Er is trouwens een fantastisch boek een paar jaar geleden verschenen over Newton zijn periode als aan de munt in Engeland, toegespitst op de meeste vervalser van die periode en hoe hels moeilijk het is geweest, maar uiteindelijk Newton gelukt om die vent achter de tralies te krijgen.
Het is een heel spannend verhaal, maar met zijn alchemie heeft het in zoverre mee te maken dat hij een aanzienlijke kennis van metalen had. Het ging overigens voornamelijk om zilver, hè, want het waren vooral zilvermunten die, dus dan sleep je er wat zilver af. En als je dat nou bij genoeg munten deed, ja, dan hield je een forse portie zilver over, die je dan met ongebreidelde winst kon verkopen. Je had de coiners, dat waren de gewoon valse munters. En je had de clippers, en dat waren dus de lui die kleine fragmentjes afsneden. Maar deze is met zilver. Ik zag hier een gust. Tussen? Ja. 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 Ja, maar. Ja, zeker. Nee hoor. Nee, in mijn boek doe ik echt mijn uiterste best om Hoek te geven wat hem toekomt. En daar hoort dit zeker bij. Sterker nog, Hoek heeft een beslissende bijdrage aangeleverd dat Newton het probleem, het feitelijke baanprobleem, op de juiste manier ging stellen. De kwestie is ontstaan doordat Hoek zich is gaan overschreven. En toen Hoek te weten kwam in 86 dat Newton met die principia bezig was, of wat de kern ervan is, want Halley was het over heel Londen aan het rondvertellen, toen is Hoek luidkeels plagiaat gaan roepen. En dat viel niet op geen enkele manier waar te maken. En daar heeft Newton zich ongelooflijk over opgewonden. En in essentie ook wel terecht, nu u me toch zo ver kan. Wil ik nog wel eventjes, als ik hem snel. Ja, de fameuze passage die Newton aan Halley schrijft over wat Halley hem heeft geïnformeerd dat Hoek allemaal in Londen aan het roepen is tegen iedereen die het wil horen en zelfs menigeen die het niet wil horen. Is dit nu niet fraai? Wiskundigen die de dingen uitzoeken en vastleggen en die alles doen waar het op aankomt, moeten zich ermee tevreden stellen niets te zijn dan droge rekenaars en slovende werkbijen, terwijl een ander die niets doet dan zich van alles aanmatigen en overal naar graaien er met alle uitvinding vandoor zou moeten gaan, zowel van hen die op hem volgen als van hen die aan hem vooraf zijn gegaan. Nou, aardig is het niet geformuleerd, verwacht je ook niet van Newton, maar in essentie is het wel terecht. Want in wezen is wat Hooke zei zomaar een losse hypothese, dat is waar het om draait. En die 2,5 jaar die jij als een bezetene aan die principia hebt besteed, is eigenlijk overbodig. Want ach, een los idee is alles wat telt. Dus dat Newton na die 2,5 jaar totaal uitgeput en dat te horen krijgt er razend om wordt, daar mogen we wel enig begrip voor hebben. Nogmaals, in mijn boek doe ik mijn best om Hoek alle ruimte te geven die hem toekomt. Maar ook niet meer dan dat. Ik denk één laatste vraag. Ja, ik zou nog wel graag willen weten, zeg maar, of in dat boek er nog uitgebreider wordt ingegaan op de ontologie van krachten. Op de? Of Newton in het boek nog uitgebreider ingaat op de ontologie van de krachten. Ja, jazeker. Nee, dus de vraag of die krachten zich, ja, of die een fysische realiteit vertegenwoordigen, of alleen een middel zijn om je alleen maar wiskundige. Jazeker, daar gaat het uitgebreid over. Daar is ten dele omdat Newton zelf daar niet altijd eenzelfde standpunt over heeft ingenomen. Ten dele omdat hij ook met name in de eerste druk van de Principia doet alsof hij hier anders over denkt dan hier in werkelijkheid over denkt. Omdat hij geen zin heeft in weer een lading kritiek die hij natuurlijk toch gekregen heeft. Van de kant van Huygens, van de kant van Leibniz, van een reeks anderen. En ook omdat Newton op zijn oude dag toch nog een concessie heeft gedaan en geprobeerd heeft die krachten terug te brengen tot wat zijn tegenstanders van hem bouwen, een mechanisme van deeltjes in beweging. Newton heeft zich ook uitgelaten over de vraag hoe een krachtwerking door de lege ruimte heen überhaupt mogelijk is. En hij zegt volmondig, nee, dat kan niet. En dan rijst dus de vraag van hoe gebeurt dat dan wel? En daar heeft hij ook een originele oplossing voor die u allemaal in dit boek kunt vinden. Ik voeg nog even één ding op de vorige vraag toch nog even toe. Want die titel, hè, Isaac Newton en het ware weten, die heb ik daarom gekozen omdat het precies gaat om die tegenstelling tussen Hooke en Newton. Tussen zomaar wat roepen, iets aannemelijk
stellen en het werkelijk tot in alle hoeken en gaten zien te bewijzen. Dus het verschil tussen Newton en Hooke, die in veel opzichten zo verwante figuren waren, niet als persoonlijkheden, haast niet antagonistische voorstellen, maar in hun belangstellingssferen, ook hun manier van aanpakken tot op zekere hoogte, zo op elkaar lijken. En daar zit het beslissende verschil tussen die twee. En dat is eigenlijk een verschil dat door de hele geschiedenis van de wetenschap heen loopt. Mag ik het zo laten? En ik dank, dat wilde ik net zeggen. En ik denk dat we het hierbij moeten laten.